Marco, vertel eens, wat gaat er allemaal gebeuren 10 november? Wij gaan een avond organiseren met Bonnebroekse muzikanten die in de verschillende combinaties met elkaar muziek gaan maken. Dus deels is dat een soort jam sessie eigenlijk. En ook wel met complete bands. En allerlei muziek, van akoestisch tot rock, hard rock. We doen geen house of dance, dat vinden we niet zo geweldig. Hey, vertel mij eens, wat is er zo bijzonder aan die avond? Nou ja, het is het, alle mensen die meedoen, die hebben iets met Bonnebroek. Okay. Die hebben er gewoond of komen er vandaan. Ja. En er zitten ook mensen bij die normaal gesproken nooit in een band spelen of zo, dus die gewoon thuis. Elke avond thuis oefenen. Nou, als wij dan horen van god, die kan drummen of die kan gitaar spelen, dan vragen we die en dan doet hij mee. Jij weet absoluut meer van. Je bent al 10 jaar bij de club. Ik ben 10 jaar bij de club. Mijn naam is Erik en we zijn ooit begonnen hier in het Broekshuis met het idee dat wij als band 1 keer per jaar optreden. Ja. En zo langzamerhand in de jaren is het gegroeid dat we te weten kwamen dat er heel veel mensen zijn die thuis stiekem oefenen, maar nooit op het podium durven staan. Okay. En zo langzamerhand is er elk jaar zijn er wat mensen bijgekomen. En vorig jaar hadden we iemand van 15 en de oudste was in de 70. En daarin met leuke combinaties proberen we dus gewoon een avondvullende programma te maken. Dus, okay. Wat ook interessant is voor het publiek. En wanneer gaat het precies weer plaatsvinden? 10 november. 10 november. 10 november. Dat is op een vrijdag, vanaf hoe laat? Vanaf 21 uur, 9 uur, ja. S'avonds. Gratis entree. Gratis entree. Ja.